Ik kom aangifte doen. Van verkrachting. Ja, kom anders even zitten. Gaat het om jezelf? Nee, mijn vrouw. Is ze meegekomen? Nee, ik doe de aangifte. Oké, het beste is om met z'n tweeën terug te komen. Ik zal zorgen dat er een zedenrechercheur is. Weet je hoeveel moeite het haar heeft gekost om het überhaupt tegen mij te vertellen? Dat kan ik me voorstellen. Ze durft niet eens alleen te zijn, in haar eigen huis. Elke seconde dat die hufter nog op straat rondloopt, is een seconde te veel. Toch is het heel belangrijk dat je vrouw zelf aangifte doet. Dat kan ze niet. Dat zeg ik toch? Kan ze het niet of wil ze het niet? Zo'n aangifte is heel ingrijpend. Veel vragen, veel details.